wat die vrouw aan het doen is. Ja, ze probeert te vliegen. Piet, waarom kan die vrouw eigenlijk niet vliegen? Ze slaat heel goed haar armen uit en ze denkt, hup, daar ga ik. Nou, die vrouw die is eigenlijk te zwaar voor haar grootte. Deze waait zo weg. En kijk, een steen valt zo naar beneden. Nou. Kijk, die vrouw. Ze doet opnieuw een poging om te vliegen. Want het zat goed. Nou ja, wat gaat ze nu doen? Ach, ik denk dat ze vleugels heeft. Nou, maar ze moet toch weten dat ons lichaam niet voor gemaakt is om te vliegen. Ah, wat zielig. Ze redt het niet. Ach. Oh ja, kijk die ganzen. Nee, die zagen we toen we daar aan het varen waren. Bij ganzen zijn kracht en vleugels en lijf. Heel goed verdeeld om te kunnen vliegen, zoals jullie zien. Een wonder van de natuur. Piet, wat ben je aan het doen? Nou, die vrouw kon niet vliegen van zichzelf. Nee, en ze wilde het heel graag. Ja, maar God heeft de mens heel slim gemaakt. En door die slimheid heeft de mens vliegtuigen gemaakt. Zodat die vrouw toch kan vliegen. Geweldig. Nou, je hebt hem af, Piet. Ja. Is hij gelukt? Voor mij wel. Probeer hem eens. Ik ben geen echte vliegtuigbouwer, maar dit voorbeeld. Nou, hij doet het goed, toch? Ja, vind ik ook.